Twitteren, oftewel Kwetter, een nieuwe en populaire communicatievorm via mobiel en internet. In 140 tekens kun je iedereen laten weten wat je aan het doen bent, wat je gaat doen of wat je bezighoudt. Populair, en daarom verzamelden zich vrijdag een paar honderd tweeps zich in de Effenaar voor het eerste Twitterfeest. Van de locatie tot de optredende bands en DJ's, alles is bedacht en geregeld door de tweeps. Ik ben hier omdat ik zelf op Twitter zit. En ik hoorde van het Twitterfeest daar op de Twitter staan. En ik had zoiets van, nou, lijkt me wel leuk om erheen te gaan, want ik woon hier 8 minuten vandaan. Dus ik ben ook zo heen en weer. Toen ik dat hoorde, dacht ik, hé, daar wil ik naartoe, vind ik wel leuk. Beetje eindelijk de mensen die je op Twitter volgen een keer in het echt zien. Feesten en bier drinken. Want ja, iedereen van Twitter doet dat. Dus. Behalve bier drinken kon er natuurlijk ook flink worden getwitterd. We hebben een backchannel. En dat is een backchannel, zei ik, zeg maar, twee videoschermen waarop iedereen die de hashtag, dus een onderwerp, WTF040, waanzinnig Twitterfeest 040, die er gebruikt in zijn tweets, die komen zeg maar op Twitter terug. En alle mensen die hier binnenkomen moeten zich aanmelden met hun Twitternaam en die komen ook meteen op het scherm. Pietje, Jantje, Marietje is binnen. En eenmaal binnen zijn er fanatieke twitteraars. Ik heb al 20.000 tweets in een jaar tijd, dus dat is flink. En minder fanatieke twitteraars. Ik heb wel iets met Twitter, maar dat is dat ik hier gekomen ben via Twitter. Maar niet dat ik hier op het feest ook nog eens ga twitteren. Ik heb ook geen internet op mijn telefoon of zo, zoals heel veel mensen wel. En nee, dat vind ik allemaal heel erg overdreven. Fanatieke twitteraar of niet, het was erg gezellig binnen. Ja, super. Ik ga dadelijk weer zo naar binnen. Ik was eventjes om een t-shirt te bestellen bij hem daar. Dan ga ik weer gewoon naar binnen, maar ik denk dat ik wel tot 4 uur blijf. Je ziet wat hier vanavond gebeurt. Het is eigenlijk, een feest is een idee geweest. En door Twitter en door de makkelijke manier van communicatie heeft iedereen gezegd, oh, ik help wel. Dus met minimale inspanning is er best wel een groot feest uit de grond gestampt. De diversiteit aan mensen vind ik mooi. Er is hier van 18 tot 50 binnen. Er is iemand, zag ik hem met een pak en een stropdas. En iemand met zo'n lullig shirtje net als ik. Geweldig. Hoe geweldig ook, een tweede Twitterfeest zit nog niet in de planning.